Want na de 5-0 winst op Willem II is Feyenoord met 9 punten uit 3 duels en een prima doelsaldo weer vertrouwd de koploper van de Eredivisie. Het was een zorgeloze middag in de Kuip, in de wedstrijd die al vroeg begon, met dus een verantwoord ontbijt. Ja, ontbijt niet, meer een beetje richting lunch natuurlijk. Ja, ja, je moet toch een beetje een goed gevoel hebben voor de wedstrijd. Een gezond gevoel. Een gezond gevoel, ja. Ja, na de interlandbreek is het tijd voor het echte werk. Met uitduels tegen Heracles en PSV. En tussendoor het openingsduel in de Champions League tegen Manchester City. De fans kunnen niet wachten. Nou, ik denk dat je het van je thuiswedstrijden moet hebben om punten te pakken. Ik denk uit dat het niet mee zal vallen. En thuis pakken ze nog wel een paar punten. Dus dan kleine kans. Maar niet zo groot. Shakhtar Donetsk, daar kan je helemaal niks van zeggen. Maar Napels, die heb ik vorige week gezien, die speelde erg goed. Die hebben een hele goede ploeg. Met een beetje geluk kunnen ze toch wel mee gaan doen. Eerste zal heel moeilijk worden. Derde is denk ik een realistischer beeld. Tot ze dan door kunnen stromen naar Europa League. Ik denk gewoon dat Feyenoord tweede gaat worden en dat ze doorgaan. En dat ze dan tegen een mooie club als Barça mogen spelen. Dus thuis 3 puntjes. En dan in totaal 3 keer 3? 6 punten en 1 uit puntje. Dan hebben we 7 punten, dan gaan we gewoon als derde. Lekker naar de finale. He, net zoals Ajax. He? Want Ajax, dat is helemaal niks. Weer helemaal niets. Ja, komt hij erop? Ja. Hey, oké, jongen. Even bedankt. Er is dus hoop op iets moois. Een gevoel wat ook bij de kenners leeft. Feyenoord hoeft in deze Champions League pool niet kansloos te zijn. In voetbal is alles mogelijk. En Manchester United verloor ook met 1-0. Ja, en dat moet je meenemen. En dat publiek hierachter is gigantisch mooi. Dus er zit altijd wel een kans in. Maar het is ook iets dat je zegt van, het kan wel. Vorm van de dag. En spannende wedstrijden. Dus ik kijk er naar uit. Ja. Een maximaal haalbare. In die pool, als ze derde worden, hebben ze het heel goed gedaan. Als ze zich plaatsen voor de Europa League, fantastisch. Het is gewoon heel moeilijk om op dat niveau, en daar hoef je ook niet voor te schamen. Hè? Want wij hebben die geldelijke middelen niet, en die zullen we ook nooit krijgen. Om op dat niveau met onze spelersgroep aan te kunnen haken. Een van de mooie dingen aan deze loting is dat Feyenoord terug mag naar Manchester. Vorig jaar werd het een volksverhuizing en een volksfeest in de Engelse stad, toen Feyenoord was gekoppeld aan Man United. Nu is City de tegenstander en de fans kijken alweer uit naar de reizen die ze met hun club mogen maken. Manchester City, daar ga ik naartoe voor de Champions League. Competitie ga ik alle wedstrijden uit en thuis. Maar Champions League, ik ben echt afhankelijk van mijn werk. Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus ik kan niet zeggen van ik ga 4 dagen weg. Dat gaat niet. Ja, Manchester. Ja, wat ik vorig jaar al plan, had ik al kaartjes, maar toen ging het niet door omdat ze al die thuiskaartjes hadden ingetrokken. En dan ga ik nou dit jaar weer proberen. Dus ik hoop dat het beter gaat. Ja, vorig jaar was het schitterend. Maar Feyenoord neemt altijd heel veel supporters mee naar uitwedstrijden. En dat heeft ook wel eens een nadeel, want er zitten altijd weer een paar van die raddraaiers tussen. Dat hou je bij zo'n club als Feyenoord altijd. Maar ja, de aanhang is zo groot. Dat is massaal. Het grote aftellen is dus begonnen naar de Champions League die begint, zoals bekend, over 2 weken in de thuiswedstrijd.